Zo leuk, hallo dat je weer kijkt. Ondanks de hele toestand in de wereld, denk ik dat we toch maar fijn een beetje aan muziek moeten blijven doen. Omdat het zo'n hele heerlijke uitlaatklep is voor een mens. Ik heb een stukje in een fijne maatsoort bedacht. 9/8ste maat. En dat is altijd leuk om er tussendoor te gooien. Klinkt lekker ingewikkeld. 9/8ste. Alsof dat je iets onmogelijks doet. Als je het kunstje snapt, gaat het. Het kunstje is dat een 9/8ste maat eigenlijk een soort 3 groepjes van 3 maat is. Waarbij 3 nadrukken hebt. Zo van olleke, bolleke, zolleke, olleke, bolleke, zolleke. Zo zou je dat kunnen spelen. Hè? Olleke, bolleke, zolleke. Soms heb je ook wel eens dat 2 van die korte dingetjes 1 langer worden. Dan krijg je dit. Het beginnetje van mijn stukje. Dit is een maatsoort die ik eigenlijk afgekeken heb van een Ierse dans, een slip jig. En daarom heb ik mijn stukje maar slip jig mando oefening genoemd. Waar die op gebaseerd is de toonladder van C. Eigenlijk zo. C, bovenste snaar, 5e vak. D, losse D snaar. D snaar 2e vak is E. F, D snaar 3e vak. En hier zit een C, 5e vak. Volgende snaar, 2e van onder. A. En A snaar, 2e vak is een B. En hier hebben we een hoge C. Dus C, D. Ik heb hem nu gespeeld met losse snaren er ook in. Dus losse D-snaar en A-snaar. Wat je zou kunnen doen om de oefening wat pittiger te maken, is om die losse snaren niet te spelen. Maar elke keer in de snaar die daarboven zit, je 7e vak met je pink gebruiken. En dat is best wel pittig werken. Zo. Ja. Toen zat ik wat in die toonladder te heen en weer. Toen dacht ik, laten we eens iets doen van... even kijken... Zo'n soort oefeningetje waarbij telkens 1 overslaat, een stapje terug, weer 1 overslaat. Toen dacht ik, weet je wat, laten we er groepjes van 3 van maken. Begon al een beetje zo'n Iers dansje in te komen van nou, als je af en toe een lange erin brengt, zo net als in het liedje hier. Leuk, wordt het al een beetje een liedje. Toen dachten we, weet je wat, andersom kan ook. De eerste keer met pink en de tweede keer met losse snaren. Begin maar eens gewoon met het ding met losse snaren, zo. Ja, dan kun je vervolgens spelen met gebruik van de pink. Dan moet ik het goed doen. Nou, fijne oefening. Worden je vingers lekker soepel van. En het aardige hiervan is dat je hem ook alle kanten op kan doorschuiven. Dan gaat hij anders heten. Bijvoorbeeld als dit in de toonsoort C is. Dan kan je hem zeggen, hey, we doen hem een vakje verder, wordt het opeens D. En zo verder. Bij een mandoline is er nog een fijn kunstje wat je zomaar straffeloos kan toepassen. Deze begon hier, bovenste snaar, vijfde vak. Je kan hem ook eens na laten zakken en dan werkt hij ook gewoon. Dan heet hij nog weer anders. Hè? Dan zit hij opeens in G. Dat is het aardige van de mandoline. Dat de snaren, de toonafstanden allemaal gelijk zijn. Net als bij een viool. In tegenstelling tot ukulele of gitaar, waarbij er onregelmatigheid in zit. Ander dingetje, rechterhand. Om dat Ierse dansgeluid te krijgen, dat de ter-de-ter-de-dam, is het een heel goede zaak om met je plektrum die nadrukken, die eerste van die groepjes van 3, met een neerwaartse, een down beweging. En dan spelen we eigenlijk down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up. Zo, hè. Down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up, down, down, up. Oké. Nou, ik zou zeggen, veel plezier ermee. Vermaak je. Tot de volgende keer.